Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanochtend 6 uur zien we nog heel veel bewolking boven Nederland. Dat hoort bij een zwaar buiengebied wat langzaam via het noorden het land uittrekt. Maar rond een uur of 9 zal dat weg zijn. Daarna komen er vanuit het zuiden opklaringen en valt er hooguit nog een enkele bui. De temperatuur loopt al aardig op, net zo'n 20 tot 24 graden aan het einde van de ochtend. En vanmiddag wordt het dan 21 graden aan zee, tot 27 of 28 graden langs de oostgrens. Er kan steeds een enkele bui vallen, heel misschien ook met onweer. De meeste buitjes zitten later vandaag in de oostelijke helft van het land. In het westen is het dan grotendeels droog. Temperaturen vanavond 20 tot 23 graden. Dus eigenlijk nog een hele aangename dag. Ook morgen prima weer. Flinke zonnige periode. Temperaturen dan van 20 tot 25 graden. En blijft overal droog. Dus geen tropische buien meer. Maar gewoon genieten van zon en aangename temperaturen. Donderdag komt er wat meer bewolking opzetten. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur verder naar beneden. En neemt de kans op een enkele bui ook weer toe. Maar noodweer verwachten we niet. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.